Jan Schoeber, welkom. U bent directeur van de Mertensgroep. De toeleverancier wordt gezegd voor de professionele land- en tuinbouw. Dat klopt. Maar ik wil het vooral met u hebben over de bedrijvencontactdagen Noord. Want die zijn volgende week, gedurende 2 dagen, hier in het Venloze. En op verschillende manieren doet u daaraan mee. Welke manieren? Nou, we zijn zelf aanwezig als standhouder daar. Plus dat we ook nog zeg maar, aanwezig zijn binnen het Greenport gebeuren. En dan vanuit dat we lid zijn, bestuurslid zelf, dan ondergetekend als van ondernemer Limburg. Ja. Of van, ondernemersinitiatief Greenport ja. Venlo. En dat, die nemen er ook aan deel. Maar ja, het feit dat u al zelf zegt, ondernemersinitiatief, ondernemend Limburg, Greenport, Venlo gebeuren, geeft voor mij aan dat het is haast niet meer te overzien. Hè? Wie waarin meedoet en hoe dat die kruisverbanden allemaal lopen. Ja. Dat is ook een stuk van het ondernemersinitiatief dat we zeggen van nou luister, er moet gewoon 1 loket komen waar ondernemers zich kunnen melden met mensen die nieuwe initiatieven hebben of mensen die bepaalde dingen door willen ontwikkelen. Ja. Er zijn nu zoveel verschillende bureaus, loketten waar men terecht kan, dat de ondernemer eigenlijk niet meer weet van wie staat nu waar voor. Ja. Dan zeggen van nou, dat moeten we zorgen dat dat 1 richting uit gaat. Maar is het ook inmiddels al zo ingewikkeld geworden dat ondernemers inderdaad zeggen, ja, ik weet nou ook niet meer waar ik me moet melden, ik ga maar op mijn eigen kracht vooruit? Ja, zeg maar de echte ondernemer, die zoekt natuurlijk toch een stuk zijn eigen weg. En via die wegen komt hij natuurlijk ook wel weer terecht bij de initiatieven die opgestart zijn. Maar wat wij willen, is dat gewoon dat ene loket er is en dat daarachter eigenlijk alle maar al die verschillende dingen zitten, maar die het dan verder op gaan oppakken. Dus 1 contactpersoon, 1 loket voor een ondernemer die hier... Die dan de ondernemer dan verder helpt met die instellingen of die mogelijkheden die er dan voor hem zijn. Ja, want die stand op de bedrijvencontactdagen volgende week hè, van Greenport Venlo, daar doen dus heel veel organisaties aan mee. Maar wat gebeurt er dan in zo'n stand op die bedrijvencontactdagen? Nou, wat in ieder geval de bedoeling is om daar ook al te laten zien dat je als Greenport Venlo je als 1 wil laten zien met de diverse bureaus, instellingen, stichtingen. En dat je dan toch 1 naar 1 loket toe wilt. Dat moet, en dat is de insteek daarvan. Ja, wie bezoekt dan ook zo'n stand, vraag ik me af. Want ik heb het idee dat alle ondernemers zo langzamerhand wel ergens in een initiatief een rol spelen. Ja. Dus dan denk ik op zo'n bedrijvenbeurs wil je nieuwe mensen eventueel werven, maar volgens mij is iedereen al wel ergens ondergebracht. Ja, de meesten zijn natuurlijk wel al ergens lid van of nemen ergens in deel. Ja. En dan zal het meer zijn dat men daar de contacten legt en daar misschien nog weer ziet van wat voor meer mogelijkheden liggen er nog. Ja, dan is het meer netwerk. Ja, het is meer netwerk. Ja, maar waar gewoon de ondernemers echt behoefte aan hebben, is dat ene loket. Ja. Want het is net wat u in het begin zei, we worden wars van alle initiatieven, allemaal met de goede bedoelingen. Ja. Alleen, we moeten er wel voor zorgen dat het niet alleen maar dat de mannetjes op hun plaats willen blijven en hun eigen regio beschermen. Maar dat ene loket, is het aanstaande of is het alleen nog maar een wens? En, Nou nee, er zijn al behoorlijke initiatieven ondernomen. Dat is ook zeg maar het innovatiecentrum wat opgericht gaat worden. En waar toch al diverse instellingen, stichtingen zeggen van de activiteiten die we nu zelf ondernemen, brengen we daarin in onder. En waar wordt dat gesitueerd? Dat wordt in de Innovatoren wordt dat gesitueerd. En daar krijg je dus ook dan weer dat ene loket. Ja, en we zagen vorige week in Koplopers dat de bouw gestaag vordert. Ja, ik kreeg hier naartoe en ik zag dat de 10e etage erop stond nu. Dus, dus dan moet dat wel, dan zou dat moeten gaan lukken. Hè? Ja, en voor u als Mertensgroep is zo'n bedrijvencontactdagen van belang voor u om daar relaties te ontmoeten? Ja, zeker. Ook een stuk netwerk en ook mensen die onze bedrijf nog niet kennen. En wij staan er dan als met safety, dus met veiligheidsproducten voor mensen. Voor mensen en toch te laten zien wat we daarin te bieden hebben.